Nanotech gaat werken aan een kwantumcomputer. Projecten die we alleen van de grond krijgen met een lange adem en met ambitie. Alles lijkt er namelijk op dat de Delftse atoomfysicus Leo Cowen over bekend maakt dat hij het Majorana-deeltje heeft gemaakt. Wij hebben daar een allereerste glimpje misschien van gezien. Maar geen hond die weet hoe dat in de praktijk uit gaat pakken, zeg maar. Einstein zei, ja, maar dat is raar, want dus door hier iets te doen, hier een meting te doen, verandert hier ineens iets. Dat kan niet, dat gaat sneller dan het licht. De principes van die kwantumcomputer die zijn onbegrijpbaar, maar als je ze accepteert, kan je daar de meest fantastische dingen mee doen. Dit is de magic of a quantum computer. You have to put effort in it in order to get to the top. Available now on video on demand.